Ah. Ben je wakker? Ja. Vandaag komt alles samen. Ja, wat ik net zei, al die jaren training gaat nu gebeuren. Die titel is van jou. Fuck hem, fuck hem met je trappen, oprotten. Vlakken op hem en gewoon in elkaar slaan. Waar je goed in bent, ja? Geloof in jezelf, blijf geloven, blijf sterk, hou je ogen strak. Ja, je vuur ziet. Ja, zo ja, goed zo, dat is het. Fuck hem, man. Spanning niks, die dingen, die overtuiging hebben wel goed geraakt, man. Trap jij op de mat, gaat die? Ja, man. Ja, maar mensen. Is niet gegaan hoe ik het wilde hebben. Maar, eerste ronde ging goed. Tweede ronde begon ik sterk, maar had me goed opgevangen met de hoge linkerhoge trap. Hmm. En nadat was ik even duizelig, dus een beetje bijkomen. En van het bijkomen bleef die rammen. Heb je een schaar? Ik voelde niet dat ik echt neerging of zo, maar die scheidsrechter heeft het gewoon gestopt omdat ik te lang stil stond. Dus ja. Hi buddy. I see. De love is er nog steeds. Zie dat de love er nog steeds is, toch? I see. Ja, toch? Hello, can you make a picture together? Of course, of course. Thank you for today's game. Oh, how cute are you? Hey. You were very good. Thank you very much. Big Shabri. Fuck, man. Yeah, man. Yes, yes, dames en heren. Partij is geweest. Ik heb gevochten. Ik heb verloren in de tweede ronde. Door eerlijk gezegd helemaal goed aangeslagen met de hoge linkertrap. En daardoor klapte ik dicht. Ik herstelde. En bij het herstellen. Dat was eigenlijk, ik was hersteld, maar ik ging gewoon te lang afwachten om terug te vechten.
Dus toen kreeg ik mijn eerste 8 tellen. En bij de tweede 8 tellen is bijna weer hetzelfde. Mijn vechtstijl is gewoon, ik wacht tot iemand klaar is met uitvechten, dan groei ik eroverheen. Maar wat je zag bij deze Japanse vechter, hij bleef doorgaan tot de scheidsrechter ertussenin sprong. En dat is gewoon iets kuts. Maar ja, ik praat de hele tijd niet met Guus erover. En hij zei gewoon tegen me, er zijn kleine dingen die we aan kunnen werken. En dat ook niet meer zal gebeuren. Dus ik was eerlijk gezegd wel aangeslagen. Maar ik was al hersteld, maar ik deed gewoon niks terug. En dat is gewoon kut. Dus nu ben ik nog even aan het bijkomen. Even laten inzinken. Want ik wil echt niet zo verliezen. Zeg ik eerlijk dat ik gewoon verlies op een knockout. Of een doctor stoppage. Op een manier van... niet doctor, referee stoppage bedoel ik. Dus heb ik partij gestopt terwijl ik was gewoon bij. En dat doet gewoon pijn, snap je? En ja, het is gewoon weer on to the next one, zeggen we altijd. Ik moet weer back in line staan, dus ik moet weer misschien 1 of 2 mensen beuken. Dus dan krijg ik weer mijn kans voor de titel. Ik en de kampioen staan nu 1-1. Hij heeft 1 keer van mij verloren, ik heb nu 1 keer van mij verloren. De eerste ronde ging het gelijk op, maar ik kan hem ook schuiven. En de tweede ronde begon ik sterk, tot ik die hoge trap kreeg. En dat was het zo'n beetje. Dus alleen wat ik gewoon kan doen is, ik moet gewoon weer met mijn coaches praten, met mijn broeders. Juri en Guus hier, ze helpen me altijd met gameplan. Gameplan was daar, maar uitstappen naar links, reageren. Als een blauwe trap probeer te blokken. Ik blokte bijna alles tot die hoge trap aankwam. Dus is gewoon weer back opnieuw, man. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van mijn wedstrijd. Of ja, niet genoten als ik heb verloren. Ik hoop dat ik bedank iedereen die me heeft gesupport, iedereen die me zeker heeft gegeven, iedereen die me altijd blijft zeggen van heads up champ. We kennen je en je komt weer terug. Ik bedank jullie allemaal. En we gaan weer opnieuw beginnen. Dus komt wel weer goed, jongens. Moes.